als... Wat? Succes, jongens. Succes. Succes. Hey, succes. Daar gaan we. Succes, ouwe hooligan. Jezus, van Prins weg. Ah, jezus, kutzooi. Ik heb die fucking hulpmiddelen weer aanstaan. Ah, disqualificatie. Ja, maar echt... Godsamme. Nou, op zich, die racing area zag ik op jouw scherm best handig, want het is precies waar ik rem ongeveer. Maar het weird is, ik kan de lijn... kan ik dus wel verbieden. Maar de, ja, maar de vlakken en de punten niet. We gaan drie beetje... Nou, Matthias, doe die. Ja, dat... voor de toeristische route. Zag je ook weer dat filmpje waar ik die penalty kreeg? Ja, echt wel. Echt weer typisch. Echt torpedo zo in de zijkant. Maar dan die penalty, die maakt het wel af. Kijk. Ja, ik heb net nog even een paar rondjes op shots gereden. Echt wel verschillend. Mag ik hopen, ja. Ja, 17e bij mij, maar. Kijk. Maar je kunt Stijn achterop, hoor. Deze wanden hebben echt minder grip. Ik kom net voor gas erin. Dit gaat heel interessant worden. We laten elkaar gewoon leven. Ja, sorry, jongen. Nou, toch niet. Zo mooi, 1 seconde later. Ja. Maar. Gaat ie? Dat duurde niet lang. Hij bent helemaal spitsen. Ja, ik had even een momentje. Het bekruipt me toch het gevoel dat ik dit seizoen wel heel erg veel pech heb, zeg. Als de wereld tegen je koos. Dat idee heb ik wel. Ik denk PlayStation. Sinds Piepshow zo kritisch is geworden. Maar ja, nu heb ik wel het voordeel dat ik heel vroeg mijn banden mag wisselen. Ja, dat is een voordeel, ja. Ja, zeker weten. Ik zou niet weten hoe, man. Ja, ik ook niet, maar iemand zei dat. Dat zei je. Dat was van Winsberg, dat zei ik. Je kan er wel van doen dat je banden regelt. Nou, dat is een voordeel, want je zal het maar vergeten. Stel dat deze nu afgevlacht wordt. Dan... Ja. Ja, mijn auto gaat wel heel langzaam nu, man. Tering, zo. De schade is nog steeds best wel heftig. Maak je echt een harde crash? Nee. Klein tikkie kreeg ik een kring. Ja, dat was amper een tikkie, hoor. Je überhaupt opzij, ik was... Het was genoeg? Redelijk extreem, ja. Maar het is me nu al wel vaker opgevallen dat je gewoon heel licht geraakt kan worden. Ja, maar ik zei al van, nou, ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Nou, ik had gelijk. Supra is zo snel op rechte stukken, hè? Ja, daar is die ook het sterkste. Ja, snel met die rijdt van mijn rug, man.
De tering kost me gewoon 4 seconden per rondje. Ja, weet pitten. Ja. Wat voor damage heb je? Rechter voorwiel. Weer een fucking race voor niks. Fighter aan het spelen? Ja. Zo, je kan. Verbaas me echt dat ik niet de slot wat gereden hier. Had je al hoeven? Nou, ik heb straks even een paar rondjes gereden. Dat was het. Op zich is het ook niet een hele moeilijke baan natuurlijk. Die DOS blijft gewoon aan de baan plakken voor een keer. Dat scheelt ook. Nou, dat vet voor mij op deze baan echt totaal niet. Ik heb echt het gevoel dat de Corvette niet echt... Corvette zeg ik, de DOS niet echt voorbij komt. Jezus, dit gaat fout, dit gaat fout. Heb je dan nog 3 breed? In bocht 1, ja hoor. Oeh. We leven nog. Hield nog van de trein daar toch voor je of niet? Nou, ik heb gisteren een sportrace gereden. Nou, dat was echt. Zo netjes door iedereen gereden. Dat had altijd nooit meegemaakt. Ik heb wel verschil tussen een B-Link en een C of een D-Link. Ja, ik moet ook zeggen, hoor, sinds ik in die hoogte B zit, is het wel ja, dat is chiller rijden. Het is wat beter. Ja, en die social rating is ook wel. Als je die S-rating gewoon hebt. Ik wil zeggen, dat is echt het belangrijkste, man. Ja, dat is je safety toch, hè? Ja. Ja. Kijk, je hebt altijd nog wel gewoon slechte verliezers, helaas. Ja, ik had gisteren een Duitser. Oh, in de laatste dus. Die remde gewoon die. In de laatste bocht en hij reed 2. Dat is altijd weer helemaal reed. Heinrich. Ik heb het idee dat ze hebben aangepast, want eerst was het zeg maar dat je banden gewoon niet echt slijt en dan gewoon op waren. Ik heb het idee dat het nieuwe is dat je banden zeg maar meer slijten al tijdens de balkje zeg maar half. Voorheen merk je eigenlijk pas bij 10% dat je echt, ja. Dat merk je pas. Ik zit nu op de helft, maar ik verlies al een half. Ja, want ik kom nu ook dichterbij op mijn medium. Voor een nieuwe harde band, voor behoorlijk maar 10 voor een rondje.
dus heb ik meer Formule 1 achter te maken. En nu lijkt het alsof je dus heel veel langer op je bank door kan, maar dat valt dus eigenlijk wel mee. Ja, je kan waarschijnlijk wel langer zonder echt keihard te spinnen. Maar je fiets dus wel gewoon een pace. Maar we gaan het zien. Ja, want wat ik had nog wel eens op bandjes die maar 20% was, dat je in de snelste tijd best. Ja, goeie avond, Jago. Dat is allemaal practice data die we nu niet hebben. Nee. En dan ben ik voor niks anderhalf uur. Nou, voor mij is het vooral anderhalf uur heb ik deze palen te rijden. Ik moet gewoon weten welke versnelling ik waar moet hebben. Als ik dat helemaal weet, dan dit is de rest vanzelf wel. Ja, die staat op mijn scherm. Alleen de laatste bocht neem ik het. Eentje over. Maar de super was toch juist hele hoge versnelling, toch? Maar ja, ik heb ook dat ik soms tijdens de bocht nog terugschakel of zo. Ja, niet naar die bus op, zeg maar. Vlaggen. Ja, het is slecht weer op Comics Coast. Het is niet meer veilig om te rijden. Vlaggen. Kijk, ik zag al iets langer zou kunnen rijden op de soft. Waar is ze nu op dan? Ja. Ja, ik verloor niet wat te veel tijd. Nou ja, dat inderdaad. Ik had misschien nog één rondje langer doorgekund voordat ze echt op waren, maar ik verloor 1,3 seconden. Maar hoe voelt dan? Wat zei je? Het is slechter, want ik kom 8 rondjes op zond. Ik sta ook wel redelijk te pushen om weg te komen van jullie, maar... Het is wel... Ja, misschien heb ik ook mijn focus een beetje kwijtgeraakt, maar mijn snelste rondjes op softs waren na de eerste paar rondes. Dat is op zich wel realistischer. Ja. Ik begon met 45.2, dus de 45.3, 45.2. En dan ineens 45.6, 46.3, 46.6. Ik begin nou weer achter, ja, of ik rij beter, weet ik niet. Het zal dat wel zijn.
Ja, wel een goeie avondje, Heat. Matthias, je hebt 9 ronden op die softs gereden. Ja, dat was ook mijn strategie hoor. Ik kon er 10 op. Jezus. Maar ik zou ronde 9 naar binnen gaan. Ja, sorry dat ik dat voor je verpest heb. Ja, ik ben inmiddels gewend dat het elke week raakt, dus ik doe mij even spek en bonen. Ik kan beter gewoon als spectator mee. Ja, ja, het is echt geen reet aan hier achteraan. Vorige week ook. Vorige week een uur lang gereisd, niemand tegengekomen, 4e geworden. Vandaag dunnetjes over doen. Althans, niemand tegengekomen. Ja, die vierde plek er ook nog. Dat gaat het niet meer worden. Maak je even een screenshot dat je 12 seconden wordt. Oh, dankjewel. Voor de 11 maanden sub. Nog 1 maandje, dan zijn we alweer een jaar samen. Dankjewel. Ik zou inderdaad zien, ik moet een screenshotje even. Maar ja, pitstraat is hier lang, hè? Dus je hebt een hele zware in de kut. Trouwens, ja, je lag al 8 seconden voor. Ja, we hebben een hele andere strategie. Dus... Ja. Ik had geweten dat die soft zo hard zouden gaan, had ik misschien niet genomen. Ik vertrouw die eigenlijk nooit, soft. Maar ik kan bijna dezelfde tijd rijden op mediums als op softs. Ik niet. Ik rij 3 seconden sneller op soft dan op medium. Wow. Ja, trouwens, dat heeft ook wel iets met de tank te maken natuurlijk. Ja, zeker 2. Die is in dit rondje echt... tip is echt totaal weg nu. Ik heb 25% banden. Dus wat ga je doen, hè? Hoe wets? Ja, hoe wets is onder nou, die heb ik niet gekocht. Ja, ik kom redelijk hard terug gedaan. Een rondje even in mijn best. Kijken of dat mogelijk is. Hij is kijk, ik ga naar binnen. Ja. Ja, of misschien ligt het toch aan dat ik gewoon sneller ben dan PS4. Dat is wel mooi bocht net, man. Wat is het? Zit nou in PS5? Hij zit nu op PS4. Ja, inderdaad. Zo, weet ik niet, met minder feedback die niet voor. Ja, die was ook verbeterd, zag ik. Ja. Ja, voor jouw Power Fusion. Dan moeten ze dan verbeteren, die is eigenlijk al goed. Geen idee. Maar begrip is echt werk. Maar ik heb 2 rondjes door.
Nee man, nee. Ga naar binnen. Het is op. Het is open. Ik hoef niet te tanken. Nou een beetje hoofdrekening in de hoek uit gaan komen en wandelen dan. Top van 7 bij jou, hè? Ja. Maar 9 bij anderen, dus ja. Oeh, slow je harder in de kut. Ik zat 8 seconden voor hem. 6, nee, zelfs. 3,5 nog. Ik zat ook voor hem de laatste 2 ronden. Ja, klopt precies. Het valt wel mee, je hebt 20 seconden verloren met die stop of zo. Ja, maar het is gewoon meer. Er zat 8 of 9 voor me. Dus nee, het is een redelijk kort stop hoor. In totaal 27 seconden. Ja, het voelt altijd veel als je stilstaat. Ja, sommige duren echt een minuut, dat is echt 2 keer zo lang. Medium. Hij gaat echt harder als mij. Zolang je hem tegenhoudt, vind ik het goed. Ja, want ik zal het even een pressje doen. Back him up, back him up. Ja, want Snowy is nog stiekem tegen zijn band aan het fluisteren. Die rijdt hem uit op die mediumstreep. Nou, die Matthias die kan er ook wel van, hè? Ja. Maar, tractiecontrole ga je toch ook wel iets mee doen? Zou daar iets mee? Ja. Ik vind het kut om met tractiecontrole te rijden. Ja, dat helpt wel bij bandenslijtage, maar ja, je gaat wel langzamer. Tractiecontrole is het toch dat die gas er ook wel even iets tegenhoudt bij een spin. Ja. Ja, het zorgt dat je wielen niet spinnen. Rijden jullie op 0 dan? Ja. Nee. Ik heb 1. Ja, dat kan ik echt niet hoor. Ja, gewoon op 1 ja. Dat kan ik echt niet. Ja, ik... Wow, hij staat bij mij op 3, what the fuck? Ik zei het nog aan het begin. Wat is dat voor kut shit altijd, man? Die fucking bug zit er al vanaf release erin. Dat ga ik ook even checken. Ja, dat is al het eerste wat ik uitzet, als we trouwens starten. Meteen terug naar 1. Ja, maar het is niet altijd. Want ik heb een tip om dat op te lossen. Nou. Voordat je de race ingaat, je auto-instellingen, je tractiecontrole op 1 zetten. Daar staat hij al op 1. Oh. Ja, want zo heb ik het opgelost. Wat zou ik zeggen, het is een bug. Thanks Rodanzo voor de 12 maanden resub. Rijd vlak voor de start op full wets gaan. En dan soms dan... Ja, ik check altijd gelijk voor de start omdat ik op 0 rijd. En ik hem op 1 moet zetten omdat je anders gewoon niet wegkomt op de start. Ben ik gewend dat ik gelijk check dat mijn T6 goed staat. Ik heb hem nu in ieder geval uitgezet. Maar merk je dat niet dan? Echt niet. Tussen 0 en 1 vind ik echt te veel. Ik ben al de hele tijd mijn banden aan het sparen, dus nee, dat merk ik niet. Maar volgens mij het verschil tussen 1 en 3 is toch niet zo heel erg groot. Jawel, in ieder geval geen sport was het wel gigantisch. Ja, je komt makkelijker uit de bocht volgens mij, dat is het voornamelijkste.
hoe spaar je banden dan? Doe je vroeg remmen ofzo? Zorgen dat je banden niet slippen. Vroeg remmen, rechte lijnen remmen, hele subtiele stuurbewegingen. Dat is dus wat ik totaal niet doe. Ik hoor echt niet in de bocht, joh. Dus daar kan ik nog iets aan werken. Ja, dan ga je banden langer mee. Maar ja, je gaat ook langzamer. Dus het is een balansding. Omdat ik nu zo vroeg naar binnen moest, ben ik nu echt als een malle aan het sparen. Kijk, ik heb nu ook 13 rondes op de medium gereden. En nog niet de helft aan slijtage. Ja, dat loont zeker dan. Voor mij gaat het wel een stukje harder, zie ik. Ja, dan ga je een band ook weer sparen, joh. Dat is wel rustig te rijden. Het moet toch eenzaam zijn dat helemaal zo wat denkt voor je. 10 seconden verwijderd van ons, dat is helemaal niet gezellig. Ja, het is leuker om een goal te hebben als je uit achter iemand rijdt. Ah, nou. Ik weet 10 seconden remmen. Ik zal over nadenken. Het is ook spannend voor het kampioenschap. Mijn banden zijn, de forces zijn nu al half en ik heb negen rond op een medium ofzo. Ik ben dan zo wel redelijk op te vreten, hoor. Ja, ik zie het. Lijkt alsof ik heel veel tempo in één keer kwijt ben. En wat jij zei, Shifu, dat de banden nu bij 25% dan echt wel... Dat je daar dan echt traag gaat, dat merkte ik net ook. Ze slijten weer veel normaler nu. Hoe het vroeger was. Ik kan wel langer doorgaan, dus ik zo te spinnen. In de Arsenal. 16. Ja, het was ook wel raar dat je gewoon. Je reed 8 rondes op je soft en dan zet je in 8 rondes en zie je snel zijn tijd. Ja. Weet iemand hoe lang die hard meegaan? En wil wat delen? Ik heb deze 20 rondes meegereden. Toen straks 10 en toen was alleen het bovenstukje nog maar eraf, zeg maar. Ah. Maar ja, dat was wel. Dat was wel 2 rondes op de coast, zeg maar. De Ronaldo was uit de selectie gezet. Is maar die DOS komt gewoon niet vooruit.
nu naar de soft? Wat? Ik ga een nachtbus opmaken. Ja. Die naam nog kunnen weten. Maar jij komt echt hard dichterbij. Zo, nu met die 7 keer bal als ik huis hadden geweest. Ik deed even op mijn temperatuur. Dat ik dit had, ik ook op een baan doen. Oh, die muur die kwam er deze heel dichtbij. Dus het is bijna nergens een muur in deze hele baan. Alles. Nou, er zijn een aantal muren die hier aan. Ja, wat tik jij weer eens die chicane eens een keer aan, joh? Nee, dat doe ik alleen op de dinsdag. Dat is echt zo mooi. Ik heb dinsdag bijna elk rondje doen. Ik zag dinsdag ook wel eens echt gek te pushen om te kijken waar je wel aan het. Sta je nou op hard dan? Nee, medium. Maar we zijn in ieder geval redelijk aan. 12 rondjes. Shit, had ik plafondventilator maar aangezet. Zo warm dan? Oh man. Dat is een hele kleine kamer is dit, hè? Oh. Sorry, ik heb geen verwarming aanstaan. Ik heb koude voeten. Je hoeft hier niet bang voor te zijn. Ja, ik heb het. Dat is ook een groot kamertje, maar ik heb gewoon een oud huis. Oude zooi.
Ja, same hier. Oké, ik zit in een appartement, dus ja, overal om me heen wordt gestookt al. Als ochtends wakker wordt, is het gewoon 15 graden per tijdje. Oeh, ja, fucking hell, dat zou ik niet kunnen overleven. Daar heb ik ook last van, hoor. Hier van mij ook. Ik moet een kuub hout stoken om het weer een beetje warm te krijgen. Ja, het eerste huis wat hier staat is 100 meter verder, dus dat moet ik wel even voor. En dan een huis uit 1902. Ik heb een contract afgesloten als grootgebruiker. Ja, dat mag wel met die draag. Ja, maar het is nu nog maar 100 kuub of zo. Dat ik nu heb gebruikt. Ja, anders is het, wat is dat nu? 250 kuub? Zo, man. Zet dan als je kacheltje nog even onder je tv. Wat? Ja, 40,90 kopen. Nee, maar toen ik hem nu weg heb gehaald, hè. Omdat ze zien is met tv niet meer uitgekomen. Nee, niet dat kacheltje dat, ja, dat stond bij mijn voetjes. Daar kwam de tv in. Nou ja, dat doet niet meer. De tv was ook warm, jongen. Ja, dat is zo'n elektrisch kacheltje, dat wordt ook niet heel warm. Gewoon je voet op je PlayStation leggen. Ik moet gas en remmen. Matthias heeft ook een beetje hoor. Ik ben niet aan het knappen. 2 nog. Wat een half seconde. Dat is allemaal wel andere strategieën. Ik heb totaal geen idee of ik nou op koers voor het podium ligt. Of dat ik dadelijk gewoon... Ja, ga ik wel winnen. Ik denk dat ik gewoon op de koers de laatste plek lig. Zeg, ga ik niet zo te spreken ben over die harde band. Ik ben al hard! Oeh, ja, dat weet ik niet. Ik probeer soft. Laatste steen. Ik ga het echt proberen. Dan moet je nog even doorrijden. Wat draai jij op? Ja, ik maak steeds foutjes omdat ik zo weinig grip heb. Dus ik krijg 48 keus. En ik reed ook 1,48,4. Zonder foutjes.
Ga je doen? Nee. Want ik krijg 0 punten. Plus nog een boete. Ik kijk zeker uit naar de remake van Silent Hill 2, man. Denk iedereen wel. Al jaren. Welke studio gaat hij eigenlijk maken? Bloober Team. Oh, nice. Ja, vond ik ook wel. Ah, mijn minions waren helemaal gaar. Wie zei dat? Matthias, denk ik niet. Ja. Ja, die is een beetje iets kort. Ja, ik had besloten laat het kapot. Oeh, ik moet pitten. Nu, 20 seconden was het, hè? Dat is toch goed. Ja, dat redt er nooit dus. Ik ga proberen een paar rondes in 48 te zetten met mediums. Of ik nou mediums zit op hard, dat maakt niet uit. En dan de laatste weer. Dit is zo. 7 rondjes, hè? Goed mee. Ja. Minimaal, joh. Koos. Ja, ik zweer het je. Ik heb mijn fucking race-strategie was rood-rood medium. En dan 2 keer 10 rondjes op rood. En 1 keertje 15 op medium. Ja, maar dan moet je sowieso minder rijden. Dat je deze. Ja, kan je op rijden? Ja, ik kan echt niet rijden dan. Ik kan alleen maar slippen doen voor. Ja, dan moet je gewoon oefenen. Dat is waar. Toen ik voluit ging, kon ik 8 rondjes ermee. En deed ik zoals ik nu rijd, kon 10 rondjes. En zonder issues, hè? Nou, echt niet meer dan 11 rondjes uit mediums in mijn auto. En met die Dodge, hè, rij jij? Nee, ik rij met de Corvette. Oh ja, maar die schiet het al op. P6 op 5. Nou, ik vond eigenlijk dat die ballensetage van de voorseizoen met die Ferrari echt meevoer, hoor, van heel veel mensen. Dat ding dat vloog aan de kant op slipte en in iedere bocht. Ja, bandensetage had dat ding amper vorig seizoen. Ja, de Ferrari. Was niet te besturen, daar niet van. De Ferrari? Ja. Ja, dat viel echt mee hoor. Dat ding schudt alle kanten op. Als je geen grip hebt, slijt je op niks, hè? Ja, meestal is het tegenovergestelde, man. Ik vergat gewoon te remmen voor die bus. Ik zag die bocht gelijk komen, zo'n beetje aan de tv te staren. En ik dacht, weet je, ik zit gewoon al gas in te drukken. Dit zal komen. Nou, ik moet wel zeggen, die bocht is met deze Ford wel een uitdaging, man. Met die andere auto's kon ik er gewoon overheen knallen over die curves, maar dat kan niet. Ja, je kunt in alle delen wat je nodig hebt. Zeg je? Ja, je kunt heel eens halen delen wat je nodig hebt. Meestal doe ik bij 300 meter rem, gaan we terug naar 3. Ja, ik ook. En dan gaat de gaspas. Maar ik blijf zoveel mogelijk op het zwarte daar. Ja, dat wel. Sorry, Su. Nee. Dankjewel voor de 32 maanden, Riese. Appreciate it, my dude.
zak doen. Hard. Hofs. Intermediate, man. Oh. Nee, ik vertrouw het niet, man. Shit, ik had het wel moeten doen, denk ik. Naar hart gegaan? Ja. Wat? Naar hart? Ja, ik in de dinsdag kon ik 7 rondjes maximaal op die hart. Op die soft. En ik moet de 8 rijden. Oké. Okay. Hij heeft 2 keer medium gedaan. Yeah. Ja. Ja, dat is doen die echt de bandencentage van deze auto is echt normaal. Van andere ja, ja, daar had je beter op soft kunnen starten, toch? Ja, maar zo ook maar 8. Ja, maar ik bedoel, je hebt nu zoveel rondes over met wit. Dan ja, had je nooit aan die 8 tekort gekomen, natuurlijk. Nee, maar ik heb nu medium gereden. Ja, dus je had gereden. Je hebt nu, nee, je hebt nu medium wit gereden. Dus je had beter soft medium wit kunnen rijden dan. Nee, maar ik wil zo kort mogelijk harde band rijden. Zo lang mogelijk, die hele. Het zal wel binnen die logica zijn, maar oké. Okay. Nee, maar op geel kan ik om 46 rijden, 47. Je gaat nu, omdat je 1 ronde tekort komt, ga je op wit rijden. Ja. En dan zeg ik, dan had je beter op soft kunnen starten en dan ben je het niet mee eens? Nee. Oké. Okay. Oké. Okay. Nee, dat is fijn. Hoe is het snowy achter jou? 20. Nou, ik denk niet dat hij nu nog gaat winnen, Boomer, door deze keuze. Nee, ik word nog steady derde nu. Zonder foutje. Nou, de fout is de strategie. Oh. Matthijs, hoe gaan jouw hard? Nee, ik heb nog geen F1-manager gespeeld. Het is best wel hard strijdje. Oh, dat is positief. Ja, maar ik werk het in mijn rondtijden. We blijven ongeveer 47. Nee, dan moet ik gewoon beter focussen, denk ik. Doen? Ik heb geen grip op mijn hart. Oh. Dat is echt tering veel tijd. Ik heb precies wel tijd als medium nou. Ja, maar misschien alleen 3 rondjes. Ik rijd er nu 10 rondjes op. En de laatste 2 rondjes ging niet echt. Laat van de afwachtende strategie ga ik gewoon een keer voor de attack kijken of ik 6-7 rondjes gewoon volledig te soft te rijden.
logica bewijst dat ik best veel. Zeg maar. Ja. Nou, op geel rij ik 1.46, 1.47. Ja, en die en unieke bandenwissel ronde 2, dat is super gunstig. Nee, aan je logica, dat schort niks. Nee, mijn logica, blabla. Nee, maar voor deze race. Op geel rij ik dus. Je had 100% op rood moeten starten. Als je dat niet snapt, ja, sorry, dan kan ik het je ook niet verder uitleggen. Maar dan kom ik honderdste kort. Oh, zo, en dan de laatste stint het hard. Jo, dat zeg ik net 5 keer. Misschien hebben ze nog een... Dan had je dus korter. Dan kunnen op... Hard. Ja, jongen, veel succes erbij. Serieus, dan rijd ik de 5 rondes meer op hard. Want soft is er 7 rondes. Succes erbij, ik bemoei me niet meer mee. Ik zou je CV naar Ferrari sturen, dat was wel een plekje voor je. In ieder geval snelste ronde gepakt. Ja, dat is toch wel heel. Ik heb mijn best op gedaan. Je kan naar binnen gaan, kan je nog een keer proberen. Ik kijk of ik een 43 neer kan zetten, misschien aan het eind van mijn race zijn. Ja, gespint Matthijs. Ja. Balen, man. Volgend seizoen toch maar een keer voor het GT1? Ja, volgend seizoen voor een Japanse auto, denk ik. Hey, ik moet zeggen, ik vind hem super fijn rijden hoor, de Ford GT. Hij is alleen niet heel snel. Maar hij rijdt echt heerlijk. Maar... Hij is niet zo rotsvast als mijn BRX'je. Die ga ik wel weer afstoffen, denk ik, voor de Asia Tour. Ja, ik weet het niet. Denk ik of van Supra of de GTR Nissan. GTR? Ja, die had ik met GT Sport heel veel. Die vond ik ook heel nice, hoor. Ik ga waarschijnlijk gewoon wel voor de verkeerde keuze. Omdat ik die altijd aan heb staan tijdens het oefenen, Boomer. Alleen, ik vergeet ze elke keer uit te zetten. Normaal gesproken staat er ook een racelijn aan. Maar die kan ik wel verbieden vanuit de lobby. Het is raar dat je die andere shit niet kan verbieden vanuit de lobby. Schade, Matthijs. Ja, voorkant een beetje. Ik had het wel een penalty. Ik hoop dat ik wel.
Oh, tuurlijk. Het is wel de 6. Ja, ik heb nu wel getikt. Wat gebeurt er? Oh nee, ik tik naar de schamp op mijn muurtje. Echt schamp. Oh, lelijk. En meteen recht voor schade. Ja, dat is hoe ik oefen, Boemer. Vooral ja, eigenlijk op circuits die ik nog niet eerder heb gereden. En dat is deze er eentje van. Ik vind het wel een vet circuit overigens. Even lekker flow. Ja man, ja, heerlijk. Ja, dat is heel ik hou daar nooit van, Boemer. Ik, hoe heet het, dat, ik heb een totaal andere rijstijl dan die gasten. Je hoort het ook van, als je ziet hoe lang mijn banden meegaan ten opzichte van die van hun. Dus ik kan ze ook niet volgen of nadoen. Dat heeft voor mij geen nut. Want je moet even kijken of dat voor jou niet ook het geval is. Voor circuit experience is trouwens ook altijd wel een goed uitgangspunt hoor. Hij is van Binsberg, ik zie al. Grap ja. Hoeveel seconden tussen jullie? 6,8. Dan moet je wel heel gek doen. Ja, ik weet op dit moment 2 seconden per ronde, maar dat is nog altijd genoeg. Nou, zeg ik, dan moet je wel... Ik ga in zo'n ongeveer 4. Ah, gewoon een divebomb doen, joh. 5, 44, 5. Nou, dan hebben we finish. Drake race bij de finish? Ja, ja, ik heb het beste nu ook al van de softer afgereden. Echt hard als je te pushen. Nog harder pushen. Ik heb mijn hart net gescrubbed, dus het beste moet er nog van komen. Hè? Mijn medium zit nu op de helft. Nou, dan had ik het echt nooit gered hoor. Mijn hart zit nu op de helft. Mijn hoofd. Mijn soft zijn nu al op de helft. Ik rijd de soft, maar ik rijd de soft sinds ronde 25. Oh. Hoe dan? Ja, ik heb echt sick zitten sparen toen jij naar de hart ging. Toen was mijn aanval weg. Ik moet maar eens snappen hoe dat werkt, hoor. Snowy is out of fastest lap. Fastest lap? Wauw. Ik rijd nu met de softs 1.46ers. Normaal rijd ik 1.44 laag. Dus ja, gewoon wat rustiger aanrijden. Dan... Is dat ene puntje zo belangrijk voor je? Maar Snowy rijdt echt al lang op die soft zo. Ik denk, zijn banden misschien van op zijn. Schade en banden. Ja, first lap puntje. Ja, stop hard op de boot. 1.41 is hard hoor. Oh. Dat is echt hard. Moeten we ook boven gaan zitten, de eerste plek, want dat kan het blijven. 3, oeh! Ik laat zeker 1 seconde minder. 4 seconden. Dit wordt echt finish. Ja, hou je fotocamera maar voor voorschijn. Want... Ik ken hem nu niet, dat is wel goed. Ja, oh! Ja, dan win ik 2 tienden. Nou, dan kom ik nou pas achter. Weg. Oh nee, dat rechte stuk, dat komt er zometeen nog aan.
dat jij dingen pakt. Slipstream, dit is het eerste rondje. Ik denk dat je slipstream gaat pakken. 3.6. Dat is net te ver. Ik rem gewoon niet meer bij de bus stop nu. Dat is een goed idee. Hoe vang je dan de pompkruis voor dit keer? Dat is de wereld, ik ben. Ja, ik had geen zin om op mijn oude hearts nog te gaan proberen te verdedigen. Dus dat is... Liever mijn race nog een beetje interessant maken. Hoeveel rondjes had je op? 10 of zo. Nee, 12 of 14. Ik vond plan om die hearts uit te rijden. Dat is nog niet klaar. Nee, dat is nog niet klaar, hè? 2 seconden. Ja, dat bedoel ik. En in deze bocht kan je veel pakken. Ook een dive bomb. Stukje 1. Ja, ik kunt pakken penalty. Ah, goed. Je remt. Ja, maar die telt er niet meer. Oh, jawel. De finish. Ja. Ja, ik heb een aantal penalty. Je hebt hem. Lekker man. Dat mag niet worden. Ik hoop het werk. Coach remt te vroeg. Ik rem niet te vroeg. Ik zeg al de hele tijd. Ik ben mijn banden aan het sparen. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja. Kut. Dit is letterlijk, ik mis de hele tijd in die bocht, lever ik de meeste tijd op iedereen in. Ik bedoel, ik stond heel ver voor op Siddo, maar elke keer die bocht kwam hij dichter bij mij. Waren jouw banden nu op? Ja, ja, ze waren echt nog op. Die laten. Ik heb nog 40% op. Haalde ik amper meer. Maar ik ging ook zeg maar bijna vol gas die busstop in. Ik ga puur een klein beetje remmen. En dan pas in de busstop remmen, wat echt super slecht is voor de banden. Nou ja, maar ik dacht dat ik het misschien wel zou halen. Dat wordt spannend in het kampioenschap zo. Nou, ik ga inderdaad toch mijn dingen maar naar Ferrari toesturen, denk ik. Als je naar de SOF was geweest, dan had ik echt op last gehad. Ah, oh, toch vierde jongens, toch vierde geworden. Ja, het is hier weer gelukt, Koos. Fucking hell. Weer niemand tegengekomen, maar... Ai. Oh, jee. Heeft Snowy die... Ik weet het.